Dagen van 1940 vonden rond de Barendrechtse brug hevige gevechten plaats. Beide gevechten tussen de Nederlanders en de Duitsers sneuvelden 10 Nederlandse militairen. Een van de militairen die destijds de gevechten heeft meegemaakt is Gerrit Buitendijk. In deze film vertelt hij over zijn ervaringen tijdens die bange oorlogsdagen. Gerrit, we gaan eens praten over de tijd dat jij in dienst kwam, in de mobilisatie. En dat was volgens mij Bergen op Zoom, is niet? Ja, ik was nog nooit met de trein mee geweest. Je was voor het eerst met de trein mee? Ja, echt hoor. Maar ja. toen werd het 10 mei 1940. Ja. En wat gebeurde er toen, 10 mei, toen de oorlog begon? Toen de oorlog begon? Nou, we hebben toen heb ik aan de Nispersche Brug. Niskussenbrug. Ja, vlakbij België. Vlakbij België. Klopt dat. Jullie moesten de grens eigenlijk bewaken. Ja, we moesten die brug bewaken. Ja. Toen kreeg je opdracht om richting Hoekse Waard te gaan. Ja. Toen zijn we naar de Moerdijkse brug gegaan. Ja. Maar die konden we niet over. Dat was vrij de sokken zo. Dat waren de Duitsers die dat al zijn. Dat waren de Duitsers al. Ja, ja. En toen zijn we teruggegaan naar Feyenoord. En van Feyenoord naar de Willemstad. Ja. En daar zouden we dan ook nog bij naar Nieuwesdorp. Naar Nieuwesdorp, ja. En je hebt lang, lang wachten. Ja. Want je zag geen sterveling in de Landstad meer. Geen soldaat, niks. Niks. Jullie waren de enigste? Ja. Ja, ja. Ik begreep er helemaal niks van. En toen ben je de Willemstad bij mijn boot, ben je overgegaan? Ja, in de sleeboot. Ja, we hadden maar een enkel man hier, want we waren gewoon met die bruggen weg, hè. Ja. Dus dat laat me afgelossen en weer wegwezen, ja, weet je wel. Ja, ja. En materiaal, want je had materiaal bij je. Ja, dat maak ik wel. Ik had even maar een revolver toen. Omdat mijn maat was mitrailleur Schutter. Ja. Dus die had dat ding. Ja, ja, die had die mitrailleur bij je. Ja. Maar toen je op de reserve zat, toen moest je ook nog wat eten natuurlijk. Ja. Want je had een beetje honger gekregen onderweg. Ja, honger, ja, hoe? We kregen zoveel een kopje met speculaas. Dat moest je dan daar mee doen? Dat moest je mee doen. Toen zijn we toen in Nummersdorp, hebben we nog bij het bakker gegeten toen. Ja, ja. Dat was beter. Maar ja, joh, katholieken die moeten geen vlees. Nee, die dag, nee, op tijd. Ja, ja, ja. Nou, dat is voldoende. Kom je bij de bakker terecht? Ja. Oh. Zo ben je van Nummersdorp bij dus richting de Barendrechtse brug gegaan. Ja, eerst naar Zeeland en daar hebben we naar Aanbullen gebracht om in Hoffenmoerkerk. Ja, Hoffenmoerkerk. Ik heb hem ook opgekocht. Nee, dat is een Hoffenmoerkerk, ja. Ja, dat is er nou nog, he, dat Hoffenmoerkerk. Dat is er nog, want het is heel mooi gebreid. Ja, ja, het is mooi. Er is van alles te doen. Ja, ja. Ja. Maar toen ben je van Zeeland aan de ochtend ben je gegaan naar. Naar het Goedschalkoord. Goedschalkoord. Te voet. Te voet. Alles te voet. Vanaf Nieuwersdorp te voet zo naar. Alles te voet. Want de jongens, die zingen te wachten op ons. Een kilometer of 15, 16. Ja, en alles bij, weet je, bewaard. Ja, joh, ik weet niet hoe het was, maar dat was erin. Ja? En toen kwam ik bij Goedschalkoord en. Ja, en daar konden we, en daar zouden we dan overgezet worden naar Waalhaven. Want we moesten naar Rotterdam. Je moest naar Waalhaven gaan bevrijden eigenlijk. Ja, eigenlijk ja, maar de Waalhaven die was zo laat bezwaard met parachute. Ja, ja, ja. Toen wij overkwamen. Ja. En toen ben je naar de overkant gegaan, naar Rome? Ja, naar Rome. Maar daar zaten het ook al Duitsers op? Ja, zeker zo, daar zit de Rietschelde, daar zat het in. Oh, ja, ja. Ja. En toen bleek dat je daar niet verder, ben je toen weer teruggegaan naar. Nou, ik ben teruggegaan en nog meer aan die jongens hoor. Dat was gewoon goed. In die Arkels gaat het onderin. Onder de erbelschuit? Ja, onder de erbelschuit. Ik weet nog wat vandaag geweest. Ja. En toen kwam je Goedschalkoord aan en. Ja, ja, toen kregen we de wel gaan naar de Barendrechtse brug. Te goed. Weer naar de Barendrechtse brug. Ja. Kom kilometer 5? Ja, ik weet het. Ja, kilometer 5 is dat.
Dus toen ben je bij de Baarnerse brug, maar aan de andere kant, aan de Veluwe kant. Nee, de grote kant. Ja, maar aan de andere kant lagen de Duitsers. Ja, daar hadden de Duitsers, ja. Ja, ja. Die hele fabriek die hier, de kanonnen die hier in de Hoekvlaag stonden, met een Brabant Zeeuw en een Boenderslijk, ja. Weet je wat. Ja. En in Noordhoek gingen er ook nog een paar. Ja. Die werden dan beschoten, die hebben toch heel goed. Ja. Maar toen bij de brug, de Duitsers gingen ook schieten natuurlijk. En jullie gingen ook... Ja. Er is flink gevochten, hè, daar. Ja. Ja. Hard gevochten dan. Ja, jongen, de jongen die net van mij lag ook, ik bedoel, maar jongen. Hij was schutter, ik was een helper. Ja. Ik liep met die zware trommel aan mijn lijf. Ja. En hij had eerder een trommel uit de leeg geschoten. Ja. En toen deed hij niet meer. Zo was het ja, ja, ja. Was die kapot? Ja, toen was die kapot. Ja. Hij was te warm geworden. Ja, ja. Als je de 100 personen uitschiet, ja, dan is het ding, dat staat nog aan de brand. Ja, ja, ja. Ja, toch? Ja, ja, ja. Goeie spullen hadden ze toen, hè? Ja, 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 maar hoe? Ja, dat goede spullen. Ja, ja. Want denk erom, toen een pach, dat is de panzerabwehr goed. Dat ja. Was een goed ding, hoor. Ja, ja, ja. Maar toen jullie lagen samen, je had die mitrailleurs leeggeschoten. En wat gebeurde er toen? Want toen... Ja, maar toen was het over en uit. Want ja. Er sneeuwde er al een achter ons. Ja. En mijn maat sneeuwde erop. Want hun die schoten met hun mortier, hè. Over de brug heen. En over dat water heen. Over de Elmaas heen. Ja. En ik lag bij hem in die schuttersput. Ja. Want ik moest plakbaar zijn met die trommel. Ja. En hij was dood. Hij kreeg een scherp onder zijn helm van die mortier, ja. Die schiet hem met een boogje. Ja, ja, ja. Die ontploft achter je komt. Ja. Ja. En dan kreeg hij een scherp achter zijn hoofd. Achter onder zijn helm. Ja, ja. En hoe heette die? Lijs. Louis Lijs. Louis Lijs. Hij was net zo oud als ik. Ja. Weet je nooit? Nee. Ook in zelf een dag jaren geloof ik, hè? Ja. Ja. Net zo oud als ik. Ja. Die legt al. Aan elkaar nog sigaren gegeven, joh, toen. En op 2 april? Ja. En die ligt nou begraven? En daar in mei, toen lagen we in de schuttersput. Ja, ja. Een paar maanden later. Ja. Was je aan het vechten met de Duitsers. Maar toen, op een gegeven moment, toen was dat klaar, hè. Toen had de generaal Winkelman, die had de overgave getekend, ja, en zo. Ja. En toen? Want toen moest hij weg bij de brug vandaan. Ja, toen hadden we de brug vandaan al terug. En toen heb ik nog geslapen in een boerenstal, waar al de andere paarden stonden. Ja. En zokken zat mijn neus gewoon met beestjes. Ja. Van die stront. Ja, 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 ja. Ja, je was doodmoe. Ja. Ja. Maar je hebt er nog een beloning gekregen voor... Ja, voor die oorlog. Ja. Ja, die zit op mijn jas. Ja. Dat, ja. Die heb je gekregen van? De burgemeester Bolman. Van Strijden? Ja. Die was toen de strijder, burgemeester Bolman. Maar dat is jouw verhaal zo van de oorlog, ja, Gerrit. Ja. En ik vind het fijn dat je dat nog kan vertellen. Je bent al 91 jaar. Ja. En ik denk dat het voor de jeugd heel belangrijk is dat ze weten wat er toen gebeurd is. Ja, natuurlijk. Snap het. En dat niet weer mag gebeuren.